Heeft het gesmaakt? Ja, dat is lekker. Prima. Erg lekker. Kan ik hier ook met een pasje betalen? Ja, zeker. Om hier de muren te komen verven? Als verrassing van mij? En dat hij van een kastje is gelazerd en bekneld is geraakt in zijn kleding en die heb je toen maar uitgetrokken. En je eigen kleding om hem weer warm te houden, maar hij raakte toen zo onderkoeld dat je uiteindelijk maar bovenop bent gaan liggen. Nou nee, in dat geval is het precies goed gedacht. Dames en heren, over enkele ogenblikken rijden wij station Sertogenbosch binnen. Na deze stop zal deze trein doorrijden naar Utrecht, Amsterdam-Amstel, Amsterdam Centraal en als eindbestemming Haarlem. Maar nu eerst station Sertogenbosch. Hé, komen wij zo aan in Den Bosch? Ja, blijkbaar. Ik heb helemaal niet het gevoel dat we rijden. Nee, ik ook niet. Maar het klonk redelijk overtuigend. Heb jij een kaartje? Nee. Oh. Goedemiddag. Vervoersbewijzen, alsjeblieft. Hij heeft geen kaartje. Jij ook niet? Jawel. Dit is een kaartje naar Zwolle. Oh. Nee, dat is niet erg, maar dan moet u even in Utrecht overstappen in de vergaderzaal op de eerste verdieping. Dank u wel. En ik? Heeft u een legitimatiebewijs bij u? Nee, mijn jasje hangt beneden bij de balie. Dat kunnen we allemaal wel zeggen, natuurlijk. Loopt u maar even mee. Meneer, komt hij terug? Wij zitten een presentatie voor te bereiden. Dat hangt helemaal van meneer zelf af, kom maar. Ja, Charlotte. Ja, John, er staat hier iemand met een railtender of je koffie wil. Ja. Ja? Lekker. Mijn hemel, de school staat in brand. En volgens mij zijn er nog allemaal kinderen binnen. Oh god, iemand die moet iets doen. Waar is Superman? Daar! Doe iets! Ach, flikker toch op, man. Vanaf volgende week, de avonturen van Flikker toch op, man. Ach, flikker toch op, man. Ik kan volgende week helemaal niet.
Ja, Ferry, er is hier inderdaad weer een heleboel aan de hand. Ik ga een omstander even vragen wat hier nou eigenlijk gebeurd is. Meneer, zou ik mij kunnen vertellen wat hier gebeurd is? Ja, er is net de bank overvallen. En toen hebben ze 3 oude vrouwen gegijzeld. En toen is de politie gekomen. Ja, die kon er ook niks aan doen. Maar hij heeft ze gered. Kijk eens aan, Superman. Als jij hier niet was geweest, dan waren er waarschijnlijk 3 mensen omgekomen. Voelt dit voor jou als een roeping? Nou, ik ben natuurlijk gezegend met mijn kracht, maar ik denk dat ieder ander in mijn schoenen precies hetzelfde zou doen. Ik hoop ook dat de mensen thuis... Goed gedaan, man. Vanaf morgenavond, iedere dag om 7:30, de avonturen van Goed Gedaan, Man. Hallo. Kom zo bij je. Ik heb nog een rekening openstaan. Mijn naam was? Jezus. Jezus hoe? Van Nazareth. Ah, kijk. Hey, Nazareth. Wat brood, vissen en wat huiswijn. Dat was het? Ja. Of nee, ik wil nog reserveren voor volgende week dinsdag. Dinsdag? Ja. Nou, dat wordt moeilijk. Moeilijk? Ja. Het is een paasdrukte, hè? Oh, maar ik had gebeld vorige week en toen was het geen probleem. Moeilijk, 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 moeilijk. Hoeveel mensen? 13. 13? Dat past nooit, jongen. En ga je dat betalen? Zeker een gat die altijd niet. Nee, dat gaat echt niet. Judas. Ja, niet lukken. Hoe heet de laatste nou, die neger? Oh, die komt er sowieso niet in. Hè? Ja. Kijk, je moet zelf weten wat voor vrienden jij kiest. Maar negers, die komen er niet in, hè? Ja, maar je kan toch niet... Luister, met die sandalen is het sowieso einde oefening. Maar, wat is er mis met mijn sandalen? Sandalen en gymschoenen worden geweigerd. Dat staat duidelijk bij de deur. Maar goed, je wilde afrekenen. Het wordt betalen. Nee, maar luister nou even. Zullen we gewoon afrekenen? Kan ik hier ook met een pasje betalen?